Ik ben Maaike de Keizer en ik ben professor geschiedenis aan de KU Leuven. Ik ben een geboren en getogen Antwerpenaar en ik verhuisde recent met mijn man Niels naar Deurne. Ik was op zoek naar een woning die ik volledig kon transformeren naar een ideale thuis. De meeste van mijn vrienden en kennissen gaan altijd voor een instapklare woning, terwijl mijn oog bijna altijd valt voor bouwvallen met potentieel. Bij deze woning was dat de oppervlakte, de locatie en de tuin. Het huis is gelegen aan het Rivierenhof en het had een L-vormige tuin. Het huis is volledig gerenoveerd. Het dak is geïsoleerd, de voor- en achtergevel zijn geïsoleerd en bezet met crepie en alle ramen zijn vervangen door aluminiumprofielen met driedubbel glas. Daarboven is ook nog het sanitair, de verwarming en de elektriciteit vervangen. Kortweg, het huis is volledig gestript tot op de steunmuren en getransformeerd in een meer ecologische variant. Het huis is omgevormd van een jaren 70 woning naar een moderne gezinswoning. Bijna alles hebben we zelf gedaan. Daarbij moet vooral mijn vader in de bloemetjes gezet worden. Hij heeft eigenhandig dit hele huis getransformeerd. Hij kan gewoonweg alles. Enkel en alleen de ramen, het dak en de gevel hebben uitbesteed. Ik hou van een moderne en lichte look. Daarom hebben we alle verlaagde plafonds verwijderd en alle onnodige binnenmuren gesloopt. We hebben veel open ruimtes gecreëerd met veel natuurlijke lichtinval. Vooral dankzij de veranda met het grote schuifraam. Het EPC-pijl van de woning verlagen en de isolatie verbeteren was heel belangrijk. Het huis was niet geïsoleerd en alle ramen hadden enkel glas. Momenteel zijn alle ramen vervangen door de beste aluminiumprofielen met driedubbel glas. Bovendien hebben we het dak, verschillende vloeren en de gevel geïsoleerd. We hebben nog geen nieuw EPC laten berekenen, maar we hebben grote sprongen voorwaarts gezet. De bouwfactor is de gevel. De unieke grote ramen springen er meteen uit en zij zijn ook het eerste wat je ziet als je aankomt. We hebben voor Reinaars gekozen omdat de Reinaars profielen en de Reinaars constructeur zeer sterk werden aanbevolen door een buur van mijn ouders. Hij had een speciaal raamkader waar we stiekem fan van waren. En na een gesprek bleek dat Reinaars constructeur dit zeer goed uitgevoerd had. We wilden toch nog even alle opties overlopen. Maar na enige prospectie op de ramenmarkt bleek dat andere constructeurs amper wilden nadenken over ons concept. Ik wilde absoluut vleugeloverdekkende profielen zonder tussenspijl. En dat werd bij maar zeer weinig producenten aangeboden. Reinaars profielen hadden die strakke zwarte look waar ik naar op zoek was. De Reinaars constructeur heeft ons van in het begin zeer goed bijgestaan met de technische kant van de raamkaders en het totaalconcept van onze veranda. De keuze was daarom snel gemaakt.